Welkom bij Dynamite Magic Shop product update nummer 45. 45. En jullie zien, ja, René zit er vandaag niet bij, maar doen Leon en ik het samen. En ik hoop dat jullie het net zo leuk vinden dan. We gaan in ieder geval ons best doen. Ja, zeker weten. Leon, gooi de eerste truc erin. Ja, dat ga ik doen. Mark, hou je van bellenblazen? Hou ik van bellenblazen? Nou, er zijn weinig dingen in het leven waar ik echt van hou, maar bellenblazen, daar is er één van. Ja, oké. Laten we zien hoe goed je kan blazen. Dat zal ik eens doen, hoe goed ik kan blazen. Kijk eens, soms schiet je goed, hè? Kapot prikken ook. Ja, ja, ja. Doe nog eens een keer, ik zit er nog een beetje, nog een beetje. We kunnen ook de hele update eigenlijk bellen blazen, hè? Uh-huh. Kijk eens, soms kun je ze mooi kapot prikken. Ja. Zal ik eens een keer blazen, Mark? Ja, dat mag. Ben jij goed in bellen blazen? Ja, vroeger wel. Vroeger wel? Ja, ik denk nog steeds wel, maar. Nog steeds wel. Kijk, mooi, soms ja. Kun je ze zo kapot prikken. Mm-hmm. Soms heb je van die hele mooie, kijk hier heb je er bijvoorbeeld eentje. Zie je dat? Oh. Het is helemaal hard geworden. Het is helemaal hard. Ja, ik zal maar van jou geven. Ja? Wees voorzichtig, want hey. Voor je het weet verdwijnt hij. Nou is weer kapot. En dit is Bubble Zombie. Bubble Zombie? Wonder Bubbles. Wonder Bubbles. En die kost €16,50. Je krijgt het potje en bellenblaas op. Om dit effect te kunnen vertonen. Oké. Okay. Nou, je hebt er een behoorlijke kliederwoel van gemaakt, ja, ik Leon. Even, een beetje droog maken. Maar dat maakt niet uit. Hartstikke goed. Toppie. Oké. Okay. Het hoort er ook bij af en toe, hè? Zo. Zo is het. Goed. Nou. Ik heb laatst een boek gelezen over hypnotiseren, die we hier ook hebben. En in het boek beginnen ze met een touw. Dus ja, je ziet, ik ben pas bij de eerste pagina's. Wacht, hier kijk. De eerste pagina's inhoud hoor. Allee, zie je. Oh, wacht, kijk. Zo. Kun je ook gewoon, ja. Ja, it's amazing. Kijk nou, het stijve touw. Het stijve touw, ja, verkopen we al jaren. Maar we wouden ook een keer in de update weer laten zien. Het stijve touw. Weet jij de prijs van een stijve touw? Die kost €7,50. €7,50. Dat is niet al te veel. Stijve touw. Meer hoef ik er niet over te zeggen. Hartstikke leuk. Hartstikke idee. Ja. We gaan er lekker doorheen vandaag. Nou Mark, ik heb nog wat leuks meegenomen. Heb je nou iets leuks meegenomen? Spelkaarten. En spelkaarten. En hier zitten namelijk biljartkaarten in. Biljartkaarten. Die heb ik nog nooit eerder gezien. Ja, zo zien ze eruit. Okay. En zo een andere kant. Oh, aan de andere kant met de bal. Okay. Ja. Ja. Dan wil ik jou vragen om die kaarten even goed te schudden. Allemaal andere. Deze ook. Ja, die ook. Ja, maar even controleren dat die weer wel leeg is natuurlijk. Oké, okay, heel goed, heel goed. Kaarten schudden. Ja. Oké. Okay. Okay. Mag je ze over de tafel spreiden? Dat ga ik doen. Over de tafel verspreiden. Ja. En de bedoeling is dat jij er eigenlijk twee aanwijst. En dan mag ik kiezen welke dat er weg mag. Bijvoorbeeld deze. Ik zeg maar wat van deze twee. Ja. En nou ben jij dus in de beurt. Dan mag jij er twee aanwijzen. En dan mag ik zeggen welke dat er weg mag. Deze twee. Deze dus. Dan ben ik weer in de beurt. Mag ik er eentje aanwijzen die weg mag? Deze. Zeker weten. Dan ben jij in de beurt. Ja. Deze twee. Oké, dan gaat deze weg. Ja. Dan ben ik weer. Deze twee. Ja, deze mag weg. Oké. Ik ga nog een keer een beetje hustelen, dat ze niet door elkaar liggen. Eens kijken. Deze twee. Zeker weten? Ja. Deze twee. Deze twee. Die? Zeker weten? Ja. Oké. Okay. Jij bent? Nee, die geeft er weinig. Ben jij te gaan de beurt? Oké. Okay. Deze. Okay. Deze. Een beetje hustelen. Die. Oké, okay, deze twee. Deze twee. Zeker weten? Ja. Dan ben jij aan de beurt. Deze twee. Zeker weten? Mm-hmm. Dan ben ik weer aan de beurt. Die. Zeker weten? Mm-hmm. Mag jij de twee aanwijzen? Deze twee. Ja, die weg. Blijft er uiteindelijk één kaart over, Mark. Ja, er blijft één kaart. Eén kaart. Zou je die kaders willen omdraaien? Absoluut. Kijk, het mooiste is, ik heb namelijk een voorspelling, je zal het niet geloven. Eén. En die voorspelling komt overeen met het doosje. Maar wat de meeste mensen niet weten... Nee, dat klopt. Dus als het goed is, zit er ook nog iets in het doosje.
Waar haal je die nou vandaan? Uit het doosje. En dit is Magic Pool Trick. Oké. En die kost €25. Hartstikke leuk. En is het makkelijk te doen? Ja. Je krijgt de kaarten, je krijgt de bal. Dus je krijgt alles om het te kunnen vertonen. Oké. De bal kan per set verschillen. Oké. En je kunt, kun je ook aangeven welke bal het is of niet? Nee, je krijgt gewoon een bal. Je krijgt een bal bij, plus de kaarten. Ja. Makkelijk te doen? Ja, niet moeilijk. Oké. Nou. Leon, bedankt voor deze leuke truc. Oh, alsjeblieft. Dan wordt het tijd voor een pepermuntje, dacht ik zo. Of niet? Pepermuntjes. Hou je van pepermuntjes? Ja. Nou, dit is een speciaal pepermuntje, die kun je hier... Paf! Dan druk je hem helemaal samen hier. Wacht, je controleert maar eens. Het is een gewoon pepermuntje. Ja. Alleen is hij dan een beetje plat gedrukt, maar... Je kunt hem ook gewoon eten, hè? Eet maar op. Op eten? Ja? Ik vind het een beetje zin. Ik bewaar hem voor. Nee, eet maar op. Eet maar op. Ja? Ja. Zo krijg ik pepermunt. Dit is Vice. En Vice, daarmee kun je dus een pepermuntje plat duwen en daarna ook weer uitgeven. Want het is een echt pepermuntje. Vice, je krijgt er van alles bij. Een kokertje waar je die pepermuntjes in kunt doen. Speciale bestikkering. Dat je ook het pepermuntje op het kokertje eigenlijk in kunt knijpen. Dus hier zo. Ja, dan kun je hem ook nog daarin knijpen. Geweldig. En je krijgt allemaal pepermuntjes bij, je krijgt er stickers bij, je krijgt er een video-instructie bij, alles erop en eraan om dit effect te vertonen. Nou, hartstikke leuk, organisch ideetje. Een snoepje die kan verbuigen. Nou, ik vind het hartstikke leuk. Ja, nu ik vind het hartstikke lekker. Daarom, twee vliegen in één klap. Vice kost €39. Heb je nog wat leuks? Ik heb even kijken. Ja, ik heb nog wel wat leuks, ja. Ja. Deze hebben we al in de update ook gezien. Maar ik wil hem jullie hier eigenlijk nog een keer laten zien. Ik ga namelijk deze pen hier in het midden doorheen slaan. 1, 2. En dan zit hij er dwars door het biljet heen. Zie je dat? En ik zal hem zelf zo naar binnen vouwen. Zo naar binnen vouwen. Zo. Oeh. Ja, je zou denken, ik scheur hem eruit nou, hè. Maar als je dit zo vast blijft houden. En je blaast. En je wacht net zo lang totdat die stukjes hier vezels weer aan elkaar smelten. Dan heb je weer gewoon helemaal een heel briefje. En dan kun je alles gewoon uitgeven. Dankjewel. Graag gedaan. Kun je alles onderzoeken? Alles kun je onderzoeken. Kun je eventueel uit elkaar draaien. Een leuke truc. Absoluut, absoluut. En voor niet te veel geld ook. €7,50 kost die, als het goed is. Yes, €7,50. Pen door bankbiljet. Ja, hartstikke coole truc. Precies wat je net te zien kreeg. Plus video instructies van hoe je dit effect kunt doen. Bij je toeschouwers. Dus ik zou zeggen, in het winkelwagentje. En afrekenen. Ja. Dat is wel handig. Ze komen niet aan. Nou, dat is ook waar. Dat is ook waar. Oh, ik zal het muntje... Nou, ik zal het niet... Verder hebben wij trouwens nog een mededeling. Morgen komt Hans Kazan naar de winkel. Hele familie, hè? Ja, met de hele familie. Tussen 2 en 3. Ja. Dus mensen, je bent hartstikke welkom in ons winkel. Op de Rijksweg. In het Velde. 119, ja, ik moest even nadenken. En wil je met hem op de foto, kom gerust. Wil je een handtekening? Ja, het is echt een meet and greet. Dus je kunt van alles vragen als je zou willen. Met hem op de foto. Ze zijn hier tussen 2 en 3, dus wat Leon net zei. En voor iedereen die je wel eens een keer van dichtbij wil ontmoeten en een praatje met hem wil maken. Die is morgen dus vanaf 2 uur van harte welkom. Hier in de winkel. Dus als je niks te doen hebt morgen, kom hierheen. Heb je wel iets te doen, zeg dat af en kom alsnog hier naartoe. Hartstikke leuk.
Zeg Leon, het is tijd voor een muzikaal intermezzo. Hou je van muziek? Soms. Soms. En wanneer wel? Als het dan, ja. Als het uitkomt. Als het uitkomt. Als het uitkomt. Oké. Okay. Heb je dan ook een favoriete artiest? Ik luister alles eigenlijk. Jij luistert alles eigenlijk. Ja. Oké. Nou Leon, heb je toevallig jouw oordopjes bij ook vandaag? Heel toevallig. Kijk eens. Kijk eens. Oké. Zeg, als je even een artiest zou mogen noemen. Eentje die je echt wel goede muziek vindt maken. Maakt niet uit een Nederlander of een buitenlander? Of? Ja, iemand die je echt fan van bent. Ik denk Adele, denk ik wel. Adele. Had je niet gedacht, hè? Nee. Die heeft vaak wel een beetje zware nummers, Leon. Ja, wat dan. Oké, en heb je dan ook een favoriet nummer van Adele? Dat van James Bond vind ik wel mooi. Dat van James Skyfall. Bond. Skyfall. Ja, ik ken hem. Ja. Oké. Dit zijn jouw oordopjes, hè? Ja. Wil je ze eens in je oren doen? Dan hou ik met deze hand. Ik ga niet, maar ik heb denk ik een te dikke kop. Te dikke kop. Ja. Oké. Wacht, ik ga ze hierin doen. Concentreer je goed. Ik hoor Skyfall. Ik zal het ook even aan de mensen thuis laten horen. Skyfall. Nou, dat komt uit jouw oordopjes voor de rest. Jongens, Decibel heb ik hier, de verpakking heb ik ervan liggen. Van Illusionist. Jongens, als er iets de laatste tijd uitgekomen is waar wij super enthousiast over zijn, dan is het over dit ding. Je kan dus een willekeurig nummer vragen aan iemand. En het wordt afgespeeld door zijn of haar eigen oordopjes. Of koptelefoon, kan eventueel ook. Ja, dus je krijgt er een hele hoop video's instructie bij over meerdere routines die je er eventueel zou mee kunnen doen. Alleen of eventueel met iemand anders. En super gaaf, €149. Dan is dit gave effect voor jou. Decibel. Nou jongens, dit was de product update nummer 45 met Leon en Mark dus deze keer. Nou, ik hoop dat jullie het ook met ons en zonder René leuk vonden. Ik denk dat hij er volgende week of volgende keer wel weer gewoon bij is. Dank je. Dat denk ik wel, of niet. We zien het wel. Laat even weten of je het leuk vond. Tot morgen. En tot het volgende filmpje weer. Tot ziens. Hoi.